Ja, hoi mensen. Vandaag een nieuwe video. Vandaag gaan Anouk en ik iets heel erg leuks doen. Want Anouk, wat gaan we doen? We gaan ons paard opnieuw kopen. Ja, en dan zul je denken, jullie paard opnieuw... Wat? Jullie paard opnieuw kopen? Ja. Ik weet alleen niet waar ze staan. Kom mee, Anouk. Of ze staan in Fort Pinta, dus dan gaan we even met de boot en dan rijden we naar de Silver Glade. Is dat een goed idee? Ja, Silver Glade, zei je? Ja, nee, we gaan met de boot eerst naar Fort Pinta, want daar staat er ook eentje. Het kan zijn dat we die willen hebben... Maar, sorry, ik ben een beetje verkouden. Maar wat ik even wou zeggen, voordat we helemaal deep into the shit gaan. Ik kan niet beloven dat er elke week zo, 2 Let's Plays online komen. Is wel de bedoeling, maar... Het is gewoon een extra video. Ja, het is meer een extra video dan dat het standaard is. Misschien wordt het ooit standaard, misschien niet. Maar de bedoeling is om 2 keer in de week te gaan uploaden, maar dat kan ik dus niet beloven. Want ik heb het gewoon wel een beetje druk en zo. Oh, daar is de boot al. Maar... Anouk, vertel het verhaal over ons en Thundercloud. Theezakje, TH. Ja. Wat was het nog meer? Nee, TZ was het. Oh, TZ, kan ook. Ja. Oké. Okay. Nou, de grappen... Oké, okay, we hadden geleden. Dus... Lang geleden, 4 jaar geleden of zo. Toen dachten we als super... Nee, ja, 4 jaar denk ik, ja, sorry. Toen dachten we als superleuk, we gaan een paard kopen. Kak. En toen zeiden ja, dat moet wel echt samen. Want we hadden het al super lang in de gedachten. Zo van, oké, okay, we gaan echt een paard samen kopen en zo. Maar toen hadden we niet genoeg geld. Of niet genoeg starcoins. En nog zelf geld bijgekocht. Ja, we hebben nog bijgekocht. Om dit paard te kopen. En echt in de comments. Ik weet niet hoeveel comments er waren. Maar allemaal echt zo van... zij moesten een bijnaam verzinnen. Het was allemaal theezakje. En op een gegeven moment kwamen we in met TZ. En allemaal afkortingen. Het was echt... best wel geinig. Dus toen gingen Anouk en ik altijd op theezakje. En toen op een gegeven moment begon ik een serie. Die offline is trouwens. Die heb ik er afgehaald. En die heet Dangerous. En daarin speelde theezakje de hoofdrol eigenlijk. Hij was dan het slechte paard. Dus ja, theezakje is eigenlijk een beetje het paard. Ons lievelingspaard op Starship. Ik denk dat dat ook wel mijn lievelingspaard is op Starship Table. Eerlijk gezegd. Omdat ik gewoon best wel een verhaal ermee heb. Weet je wel. Kijk, het is niet kwalificeer van de mooiheid en zo. Op zich, ik vind hem wel mooi. Ja, alleen, maar het is gewoon een wat oud. Ja, ik wou net zeggen, als je naar al die nieuwere modellen kijkt, dan denk je echt, wat is dit voor model? Maar dat vind ik dus zo leuker aan dat we nu een nieuwe analyse kunnen gaan kopen. En we noemen het toch ook gewoon Thundercloud? Ja. Mijn starcoins raken wel een beetje op, jongens. Dus hierna moet ik echt wat zuiniger doen met mijn starcoins. Of ik moet op Anouk haar account paarden gaan kopen. Geen reactie. Oké, ik doe even mijn haar los trouwens. Mijn haar is los. Oh, je disco is er. Oh my god. Maar het is toch... Het is zaterdag. Oké, ja, zaterdag was het disco. Ik dacht echt, het is woensdag of zo, of donderdag. Ja, we hebben nog vakantie nu. Als jullie dit ook zien, volgens mij ook nog wel. Dus wij zijn een beetje ontregeld. Ja, ik weet wel dat het zaterdag is, want zaterdag werk ik altijd voor YouTube en zo. Oké, okay, waar ben jij? Jezus man, ik ben nog 10 keer tegen iets aangereden. Wow, zus en nu gaan die lichten aan in de huizen. Oh, dat like is nieuw, nieuw shit maar in is de... Nieuw? Of ik heb het gewoon nog nooit eerder gezien, dat kan ook. Oh, ja, volgens mij is het theezakje hier. Ja, dit is het theezakje. Zullen we de andere oog even bekijken? Oh nee, ze kon hem maren. Are you kidding me, Anouk? Nee. Dat is geen Connemara. Dit is het theezakje. Nee. Theezakje. Ik dacht dat het daar ook nog eentje stond. Er staat letterlijk Andalusier. Ja, net was ik daar, maar wat links is die nog. Klein. Jeetje. Echt hè? Ja, ik vond het wel leuk dat ze groot waren. Zullen we even kijken bij die andere? Gewoon even kijken. Deze vind ik ook mooi. Ook al gaan deze die bruine. Toch kopen. Ik ga even kijken. Bij Silver Glade, dus dan zullen ze wel bij. Dorp. Ja, Silver Glade dat denk Dorp. Ik net ook. Of Marley. Kan ook, ja. Laatst hadden Anouk en ik ook opgenomen. Alleen toen was er iets met mijn bestand gebeurd of zo. Dat iemand weg was. Hebben we echt een uur opgenomen. En toen was mijn bestand gewoon weg. Echt super zonde. Want het was wel een leuke let's play. We gingen gewoon een beetje questen en praten en zo. Ik zit naar het links. Dus als jullie denken, Judith, hoe kom je aan Jorvik Sillings? Nou, ik heb dus gequest. Maar ik wil eigenlijk in dit soort let's plays. Ze zijn ook niet zo bewerkt en zo. Wil ik gewoon Jorvik Sillings verzamelen. Zodat ik met de trailer kan gaan. Gewoon Jorvik Sillings harken. Ja. Zoals coaters doen. Like als je ook Don's video's kijkt. Piepie poepoe. Of PewDiePie's video. God, echt. Ik heb het in de... Ik heb... Dit was elke keer... Oh my god, Anouk, je moet echt PewDiePie kijken. Minecraft. Ik dacht echt zo...
Oh nee, echt. En toen keek ik het, dacht echt best wel geinig, gewoon hoe die het edit ook wel. Ja, dat doet hij niet zelf trouwens. Maar gewoon, het is gewoon geinig. En ook al die namen. Jorgen, Sven. Jurgen. Ja, ze staan hier, maar deze niet zo heel erg. Oh, en ik vind gewoon merendeel vind ik die memes eromheen nog wel grappiger. Dat dan mensen dan gaan zeggen over... Oh, zilverkleed wijngaard bedenk ik me nu. Jeetje. Ja, ik zeg tot... Oh. Dat was niet Marley. Ik dacht even dat dat ze waren, maar dat waren ze niet. Maar... Weet je... Ja, maar... Toen was ik laatst weer een video van Don aan het kijken. Zo'n Minecraft. Dat ik echt dacht van... Oké. Ja. Ja, het is een beetje saai. Maar daarom keek ik keek ook altijd Duncan's in Minecraft. Maar omdat je PewDiePie's Minecraft gewend bent... Die ook ja, maar PewDiePie is eigenlijk altijd wel iets anders. Je doet dan... Of hij gaat... Bibba gaat hij proberen te maken. Of... Wat? Hij gaat dan allemaal dingen doen. Zoals hij gaat iets uitbreiden. Maar dat doet hij dan ook heel veel achter de schermen. Dat vind ik wel... Hey, Jut! Hey, jij ook hier? Nee. Ik heb je gewoon ingehaald. En niet gaan janken dat ik een sneller paard heb. Ik heb 28. Ik twerk. Oh, weet je nog dat ze toen verlepte animaties hadden, Star Stable? Oh my god, ja. Weet je wat ik ook heel stom vind? Wow. Wat? Oh, what the fuck? Dit lijkt echt op een Sims-stal. Oh ja, niet het oh zeg. Oh my god, kijk hoe schattig die Akkotex zijn. Dit zijn ze niet hoor, Nook. Maar dit is echt heel cute. Zo'n wil ik ook nog wel. Maar ik heb... Wat, ja, ik heb al genoeg... Het is een albino of zo. Ik heb al Starcoys, jongens. Ik weet het, maar ik ben niet gewend aan zo weinig. Maar yo... Ze hebben geen haar. Wat is dit voor Simstal? Ik ben niet meer trots op je, hoor. Wat heb je gedaan? Wow, dit is, ik vind ze wel schattig. Zo willen we Melly's dat... manen toch ook? Ja, maar ik vind ze een beetje apart. Ik heb deze. Orange kiss. Oh, deze vind ik cute. Maar deze lijkt echt heel erg op... Oh, deze lijkt echt op Lot. Deze lijkt op Lot. Waar? Waar? Alleen de bles dan niet. Hier, waar ik sta. Ja, ik zie je niet. Gaan ze eruit? Oh. Volgens mij weet ik, denk wel... Nee. Ja, deze, ja. Op zich. Ja. Ja. Het paard wat ik heb als Lotje, die vind ik er meer op. Ja, ja, dat wel. Wat zijn die... Oh, deze is Andalusier. Deze heeft een Boeddha-stip of zo. Ze lijken zo erg op Sims-paarden. Can't handle this. Dit is ook wel cute, maar ik vind degene die wij gaan kopen, denk ik, het leukst. Maar ik denk dat er nog wel een zwarte uitkomt. Een bruine. Popspot. Oh my god. Weet je nog die tijd dat de Popspot altijd gebruikte? Ja. Zullen we weer naar Fort Pinter rijden? Ja, en ook die tijd dat ik altijd Spacecake gebruikte. Anouk. Gebruikte Spacecake, jongens, op hele jonge leeftijd. Ja. Dat was zo heftig. Ga jij eigenlijk trouwens rijden? Ja. Ik wil mijn Jorvik-zitting nog niet opmaken. Gierig. Ik ben niet gierig. Oké, nou jongens. Pak dat echt langzaam. Als we met zijn, gaan we eindelijk de Andalusier kopen. En ook we moeten trouwens wel de Andalusier uittrainen. Ja. Weet je? Ik leed een scheetje. Nee. Nee, maar... Ik dacht vroeger, dat zei jij ook altijd tegen mij, dat als je... hoe langer je op een paard zat, bijvoorbeeld op Thundercloud, dan ging die sneller. Maar dat klopt toch helemaal niet. Nee, dat is niet nee. Waar. Dat zei toen iemand van mijn oude club toen tegen mij. Ik geloofde dat. Ik, die naïeve Judith... Het was echt heel stom. Maar jij... Oh shit. Jij zei dat dan weer tegen mij. En ik dacht, oh my god, is het waar? Dus toen ging ik eigenlijk alleen maar op twee paarden rijden. Ja, ik reed altijd op Billy. En daarvoor reed ik altijd op Blue Boy, denk ik. Oh, nee, heet die? Ik moet eigenlijk oude Let's Plays terugkijken om te zien of ik altijd reed. Volgens mij reed ik echt op vet van... Jij reed zo vaak op Blue Boy. Ja, maar Blue Boy vind ik gewoon een heel leuk paard. Ja. Ik vind het wel jammer dat ze die hebben aangepast. Van mij hadden ze die wel gewoon mogen laten hoe het was. Gewoon. Weet je wat ik stom vond? Dat die glitch eruit was gehaald. Ja, en ook had een glitch van, dat haar manen van haar starterpaard, Peace Prince, dat die wit waren met zwarte stippen. Want we hadden daar een keer een glitch van gedaan. Ik weet niet, volgens mij heb ik die Let's Play ook van gehad. Ik heb trouwens heel de Let's Plays offline gehad, want ik vond ze gewoon heel cringy en heel kut. Wow, wacht, zag ik er nou een ster? Oh nee.
Oh, dit is zo'n mooie locatie. Jongens, ik vind Star Stable heel erg op de Sims aan het lijken. Ja, nu je het zegt, dat je zeg maar erin zit. Dat je dan zelf... Ja, vooral die stal daarnet. Dat is echt zo'n Sims-stal. Voor de mensen die Sims niet kennen, dat is een simulatiespel. Ik denk dat iedereen Sims wel kent die dit kijkt. Maar Sims 3. Ik ken het niet. Ja, Sims 3, die had paarden. En ik vind de nieuwe paarden ook heel erg op die Sims-paarden lijken. Vooral de analyseurs. Dus ja. Hey Judith! Ik ben helemaal binnen doorgereden, want ik vind dat zo'n leuk weggetje. Ik vind het zo leuk dat we het hebben aangepast. Het is trouwens al donker, want het is echt al 10 voor... Oh god, ik val eraf. Oh nee! Oh, wow. Net zoals die tijd dat je dan niet stabiel genoeg was, dat je van een brug afviel de hele tijd. Ik ook. Ja. Ja, dat had ik. Dat je dan echt uit een drafje eroverheen moest. Oh, dat je echt dacht, kijk, vind ik leuk, dit is je kind. Die heb je net uitgepopt. Zorg lijken ze niet, maar wel een beetje. Oké, okay. Thundercloud. Thundercloud. Theezakje. Dat was zijn liedje dan. Dat zongen we de hele tijd. Oh, dat waren we irritant. Thunder. Ja, Thunder heb ik gevonden. Nu ik zelf ook. Allebei tegelijk klopen, kopen. Oh, Cloud heb ik ook gevonden. Ik ken nog niet. Ik ja. Oké, ja. 5, 4, 3, 2, 1. Ik heb hem gekocht. Dit hebben ze dan nog weer niet aangepast. Nee, dat is dan wel weer jammer, hè? Dat moeten ze eigenlijk opnieuw aanpassen. Dit was echt dat je echt dacht van... Oh my god, yes, dit is een nice gevoel. Maar ook echt zo van... Oh hey, my god, daar gaat mijn geld. Ja. Kijk hoe scared ik nu ben. Ja, oké, ik ben nog steeds niet scared. Ik weet dat er mensen zijn die zich dan niet scared voelen. Maar ik voel me wel scared. Wow, ze kunnen gevlecht worden? Ja, klopt. Ik wou dat eigenlijk ook wel doen. Ik wil wel dat ze zo de maan steunen. Even kijken wat we allemaal kunnen. Yeah. Maar Anouk, weet je wat ik vet grappig vind? Ze kunnen de Spaanse pas volgens mij. Oh nee, al de paarden zijn nu verrukt. En ze zijn door elkaar gehaald. Nee! Bij mij niet. Oh nee, bij mij ook niet. Zo. Oké, we gaan... Mini-jumper, jij gaat eruit. Ga weg. Want dan niemand mag jou. Dat we tegenover elkaar kunnen staan. Vader en zoon. Thundercloud, waar sta je, jongen? Echt een ruk mini-jumper. Ik ga hem echt verkopen een keer. Ik kan hem niet vinden. Eventjes de dagen weer omhoog. Level. Waar moet je ook alweer... Ik heb het gevonden. Wow, ik heb echt veel paarden level 1. Oh, het valt eigenlijk wel een beetje. Ah, hier moet dat. Oké, het valt wel mee. Oh, hij is zo schattig. En ook hij lijkt zo op een Sims paard. Spelen we geen Sims? Thundercloud. Yay, you're here, bitch. Oh, ik mag niet schelden. Anouk, nu word ik gedemonetized. Nou jongens, daar gingen mijn inkomsten. Achteruit, oh parkeren. God. Kijk hoe schattig ik. Ik vind hem zo cute. Ik vind die manen awesome. Hij is wel een beetje rare beentjes. Ik ga even een ander setje aandoen, by the way. Oké, de eerste stappen, jongens. Laat even weten in de reacties voordat we dit doen. Dit ziet er wel cute uit, trouwens, maar... Laat even weten in de reacties of jullie al... een nieuw Andalusisch paard hebben. Oh, hij stapt heel cute. Ik vind het zo leuk. Oh, die staart is mooi, Anouk. Oké, een drafje. Oh, wow, hij draaft heel mooi. Ik wil heel graag de Spaanse pas kijken. Oh. Weet je waar dat op lijkt? Nee. Horse life. Nee, maak me zo nieuwsgierig, hè. Dat is niet goed. Oh my god, how cute. Zo cute. Oh wow, die manen zijn zo goed ge... Ja, hè? Als je draaft of galoppeert, hoe galoppeert hij eigenlijk? Dat is best wel normaal. Zeg, een stijger? Ja. Oh, hij stijgt... Oh, wow. Alleen zit hij wel... Je moet hem even stijgeren met hem, Anouk. Wow, dat is echt een mooie stijger, man. Ja. En hoe springt hij? Oh ja, hij springt ook wel normaal. Oké. Okay. Oh wow, moet je een keer vanuit de galop stoppen? Ik kan dat niet. Nee, gewoon op X drukken. Dat je in een galop zit. Ja, maar ik zit nog niet buiten de stal. Dus ik kan het nog niet. Oh ja, nou, springen is best wel normaal. Het is wel echt nice. Moet je even over een hekje. Nee, ja, het kan wel. Maar ik heb nu echt zo van, ik ga echt een... Oké, gestrekte even... Doe je Spaanse pas? Zo, ik doe even dit shirtje aan.
cap op. Ja, doe je Spaanse pas? Als je stapt en dan spatie. Oh, wow, ja. Ik wil even een andere broek pakken, dan kom ik naar je toe. Oh, dit wordt wel echt... Oké, stop ermee. Stop! Dit is echt cute, hè? Even een andere dekje pakken, jongens. Sorry dat ik dit weer moet doen. Jullie zijn natuurlijk vet benieuwd naar hoe die loopt. Ik eigenlijk ook wel. Oké, ik ga voor, speciaal voor hem ga ik een dressuur shit gaan. Oh, die spullen zijn zo mooi van dressuur. Je moet wel de goede halen. Oh, die heb je volgens mij al. Weet ik niet. Ik heb echt heel weinig zadels, dat je dat weet, hè? De dressuur ziet. Ja, ik heb echt heel weinig. Ik heb eigenlijk alleen maar van Quest en sommige dingen heb ik gekocht. Alleen de goede. Serieus? Dus... Ik heb zoveel zadels, maar... Ik heb niet eens, zeg maar, het blokje. Heb ik niet eens helemaal vol. Ik heb niet eens tot de helft. Ik heb minder dan de helft van een zo'n vak. Je kast. Ja, ik heb echt heel weinig. En dan de hoofdstel heb ik veel meer. Dat ik echt denk, waarom? De helft komt ook gewoon van het Quest. Meer dan de helft, sowieso. Zo. Dit vind ik wel even een leuke outfit. Oh ja, wacht. Ik wou een nieuwe rijbroek pakken. Dat is waar ik hier naar... Waarom ik hier naartoe ging. Oké, ik ga... ja. Ik wil een ander shirtje toch. Oh, wow, die wil ik ook. Oké, ga eens af. Ja. Oké, ik ben in de mal, dat je dat weet. Haha. En Anouk is weer naar de mal gegaan, jongens. Zoals altijd. Ik ben die hoer. Anouk, kappen daarmee. Sorry. Sorry, ja. Yeah. Maar ik wil de maan even veranderen samen, Anouk. Voordat je weer allemaal dingen aan gaat passen zelf. Heb ik hier... Oh ja, is je Jorvik shirt? Oh, dit is ook wel leuk. Oké. Oké, jongens, nu gaan we even kijken hoe die echt loopt. Mijn haar, joh. Oh, hij is zo knap als hij stilstaat. Ik vind hem echt mooi. Oh, ik vind dat Star Stable weer goed zijn best heeft gedaan. Okay, we gaan nog niet kijken. Ik doe even mijn hand voor het scherm. Jullie moeten ook jullie ogen dicht doen. Laat weten of je ogen echt dicht hebt gedaan. Oh, wat dom. Ik sprong er tegenaan. Oké, wacht. Je moet je handen voor het scherm doen, maar... Waar is het dressuur shit? Dat is in een andere gedeelte van de shopping mall. Oké. Okay. Oh, het galoppeert hier mooi uitgestrekt. Jeetje. Ja, hè? Oké, wat een snellere. Die is wel cute. Oh, wacht. Dat is hetzelfde. Ah. Oké. Okay. Welk gedeelte van cute, de mall? Cute, oké. En X. Oh, dat is heel snel. Dat is echt chill. Als je dan galoppeert en dan is het zo van woep. Oh, ik vind hem zo cute. Oh, wat schattig. Oh, wat cute, jongens. I can't handle how cute he is. Laat weten dat ik of jullie hem ook zo leuk vinden. En, oh ja, ik had toch graag dat jullie analyse hadden. Maar ik ben benieuwd of iemand al de analyse heeft. Of veel van jullie de analyse hebben. Oké, Anouk, zou ik nou voor het Pinta toe komen? Ja, waar zit die in de mal dan? Die, wat je zei. Ja, Anouk, ik leg het je straks wel even uit, ja? Nadat we hebben opgenomen. Maar het is niet in de shopping mall zelf. Oh. Maar waar kun je de manen veranderen? Steve. Oh, nou, dan ga ik even met de trainer naar Steve. Eigenlijk wil ik heel graag rijden, dus ik ga eventjes... Oh, ik weet al waar het zit. Nee, ik ga even naar Steve. Er zit een mug hier. Oké, ik had bijna een mug te pakken. Oh, nu zie je op een video dat ik ergens aan het schrijven ben. Doet je video het nog? Even kijken. Ja! Yeah. Echt nice. Anouk, kom. Ik wil graag de haarstijlen uittesten. Ja, rustig. Ik ben toch... Weet je hoe langzaam die roltrap gaat? Ik wil mensen een analyse hebben, joh. Ja, ook heel veel mensen. Ik ga al kijken. Oké, er is maar één andere maandstijl en dat is met die vlecht. Op zich vind ik het wel mooi. Vooral die voorpluk vind ik heel mooi. Maar ik vind de manen los denk ik het mooist. Oh, de knotjes zijn anders. Oh, de knotjes zijn anders. Je maakt me nu heel nieuwsgierig. Ik vind hem wel echt nice galopperen. Ik vind ook dat ze hem best wel... Ja, ik vind ze dat ze goed hun best hebben gedaan. Alleen had ik verwacht... Oh, wow, sinds wanneer zit dit hier? We kunnen sinds ook... wanneer... Wat? Dus wanneer zit de markt bij Fort Pinta ergens in de boes? Ja, al best wel een tijdje op zich. Dat was eigenlijk de vorige Let's Play die niet goed ging, ook was. Maar Anouk, zullen we de kijkers laten kiezen welke maanstijl we moeten doen? Geen knotjes. Wel, kan ook. Ze mogen tussen drie stijlen kiezen.
Ja, oké. Jullie mogen uit de knotjes kiezen. Jullie mogen uit de vlecht kiezen. En jullie mogen uit deze kiezen. En dan is nummer 1 de knotjes. Nummer 2 is dan de vlecht. En nummer 3 is dan wat we nu hebben. Sowieso de vlecht, maar... Kan, maar misschien vinden ze knotjes wat leuker. Dus laat even weten in de poll wat jij stemt. Of is de poll aan deze kant? I don't know. Dr. Poll. Ik weet, de poll zit hier. Oh jongens, maar ik weet echt niet welke ik leuker vind. Ik vind ze allemaal... Oh, de start is ook gevlochten bij... Jullie mogen kiezen. En wat vinden jullie van Thundercloud trouwens? Cute is die, hè? Ik vind hem sta achter je. En ik sta nu... in het winkeltje. Is dat de andere... Oh ja, die knotjes zijn wel anders. Ja, die zijn wel schattig, toch? Ja, hoe is het met de staart bij de knotjes? Oh, die is dunner gewoon. Ik hoop zo erg dat de dressuur uitkomt. Ik ook. Dat zou wel echt heel veel maken. Ja, dat zou ik echt heel veel. Oh, die voorpluk is zo schattig. Wat je zegt. Ja, met die vlecht. Ja. Maar jullie mogen dus kiezen. Dus als je het nog niet hebt gevonden, klik dan even opnieuw op het i'tje. Zullen we de display gaan afsluiten, Anouk? Ja. Even hoesten. Nou jongens, dit was de display. Ik hoop dat jullie het leuk vonden. Ik hoop dat jullie even laten weten wat jullie van de display vonden. En ja, welke knotjes we moeten nemen. En vinden jullie Thundercloud net zo schattig als wat wij hem vinden? Wij vinden hem echt vet schattig. Zoals jullie misschien wel doorhebben. Kijk hoe schattig. Dit is toch niet... Dit is toch gewoon uber cute. Ik word zo blij van hoe die Spaanse pas doet. Oh, mijn poppetje geeft hem... Oké. Cute. Oké. Nou jongens, dit was de Let's Play. Ik hoop jullie te zien bij de volgende video. En tot de volgende video. Doeg! Dag.